die op de eerste startreis komen natuurlijk met vorig jaar de Swiss. Nou, eerst gisteren ja, toch wel een fantastische overwinning behaald daar in Merckxplas, ter gelegenheid van de Heerlijk Superprestige aan. Mooie overwinning die hij daar kwam te behalen voor die Floris Averdings en Lars van Loken. Dat was de man die mee op het podium stond. Daar in Merckxplas. We hebben nog geen beelden, dus we proberen nu wel. Als we een tussentijden krijgen, gaan we u proberen op de hoogte te houden. We zijn nu een zevental minuten onderweg, iets meer. Zoals gezegd, de dames zijn iets later vertrokken. Parcours even overschouwen, toch wel een zwaar parcours dat wordt voorgeschoten vandaag hier in deze wedstrijd. En zie dan, moeten we ons toch gaan opmaken, kijken hoe de situatie is hier bij de passage bij het einde van de. Nog altijd krijgen we hier passages hier aan de aankomstlijn van renners van de U19 categorie. Lui à Barcelone.
Je bent met les femmes, ça fait ça. De femmes, c'est ça. Wel voor de heren juniores, maar niet voor de mannen. 80% not voor de women junior. Door die cursus. We hebben een tussenpunt nu onderweg. Door die cursus nog altijd handleiding rijden. Met het Triton tot zijn voorkomen. Antoine van Jamais volgt op de 24 seconden. De verzameling tot 28 seconden. Antoine, dus als de eerste dame straks komt, Chanel de Schoenzitter was dat bij de vorige passage hier aan de Akelslijn. Gaat hier de laatste ronde in de mannen. Maar niet nog twee, daar gaan we nog even op wachten tot wij het definitieve verdict krijgen van de jury. En normaal gezien dat er nog twee ronden zijn voor onze heren juniors. Kost is nog altijd aan de rij. Voor wie is het nou? Antoine Jamais, Floris Avelings, Victor van den Bergen op plek 5, Kajus Solon op plek 6. Dat allemaal binnen een half minuutje zitten ze daar. We zijn nu 8 minuten 45 onderweg. De eerste ronde was 9:22. Voor Jordi Kossus. Vijf minuten de Nederlander. Op plek 4, op 1 minuut en 10 seconden achterstand was dat van de leider Jordi Kossus. Ik ga hier nog de passage ondertussen van de Nederlander Antoine Quint. Maar het is allemaal op ruime achterstand van de leider Jordi Kossus. De leider in de wedstrijd op dit ogenblik. Met nog altijd die goede 20 seconden voorsprong op Wiesnuyen. In het gezelschap van Antoine Jamais. Sterke clubber die Antoine Jamais. Dus voorsprong van 27 seconden op het parcours op Wiesnuyen, Victor van den Bergen op positie 3 op 29. We hebben voor de leidster bij de dames en dat is Lore de Schipper zeker met het rugnummer 61, laatste ronde Lore. Dan krijgen we hier Chanel, laatste ronde Chanel. Ah, het is zwaar hoor, het is afzien, het is zwoegen, het is ploeteren. Het is klimmen, het is dalen, het is alles hier op dat prachtige parcours in Overijssen. De laatste ronde voor onze U19 bij de dames. Terwijl bij de heren nog altijd Jordi Kossus aan de leiding rijdt voor Wiesnuyen, Victor van den Bergen. Laatste ronde voor de dames. En dat zijn met het nummer 63 Lore Sas en Roxanne Takke zeker. Inderdaad, op plaats 3 en 4 rijden die. Dus die zijn aan het strijden voor
die derde podiumplaats. Eerste twee podiumplaatsen voor de Soeslander. 33 seconden is de voorsprong nu voor Jordi Korsus. Op Victor van den Bergen nu in tweede positie. Op 34 seconden Wies Nuyens. Altijd de mannen van Bergcontainers Dolcini. Met z'n drieën vooraan. Averding is op 42 seconden. Laatste ronde ook voor Anna van der Aarde. Zo, Jordi. We hebben een tussenpunt terug, nu op het parcours. We zijn 9,5 minuten onderweg met Lorde Schipper. Maar een tussenpunt op het parcours, nog altijd die voorsprong van een half minuutje voor Jordi Korsus, terwijl we hier een pechvogel hebben. Met het rug en het weer is dat Fred Timmermans. Versnelling terug. Kerk op Rommel. Voor